Is dit, Jens Toornstra, een zwarte zondag voor jou? Ik denk voor heel Feyenoord, als je hier met 1-0 verliest. Maar voor jou, omdat je eindelijk een keer op 10 mag spelen en de rust al eraf moet? Ja, het is nooit leuk als je in de rust gewisseld wordt. Ik stond op 10 en ik had er wel zin in. Alleen het werd wat eerder afgebroken dan ik had gehoopt. Ja, was dat terecht, vind jij? Nou ja, terecht. Goed, ik vond niet dat ik slecht speelde, maar... de trainer wil in de rust wat doen, wat veranderen en om misschien de wedstrijd beter te laten verlopen, zeg maar. Dan word ik helaas geslachtofferd, maar goed, daar moet ik me gewoon in schikken. Hij wilde meer gif, meer passie op die posities. Kun je daar iets bij voorstellen? Er moet altijd gif en passie op die posities zijn. Als de trainer vond dat ik dat te weinig bracht, dan is dat een eerlijke wissel, denk ik. Ja, het is niet de eerste keer dat je zit op de bank of je wordt snel gewisseld sowieso de laatste week. Hoe is dat voor jou? Voor mij was dat nieuw vooral. De laatste paar jaren eigenlijk bijna alles gespeeld. Wat ik zeg, dat is nieuw en wennen. Maar goed, het is een topclub en je weet dat dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja, maar het zijn de meest wenselijke antwoorden. Maar je moet er toch ongelooflijk van balen diep van binnen. Ja, dat zei ik ook. Ja. Natuurlijk, je bent altijd teleurgesteld als je gewisseld wordt. Maar wat ik zei, ik kan niet wel gaan staan schreeuwen, maar dat heeft ook geen zin. Heb je nou als deelnemer aan zo'n wedstrijd enig idee hoe het nou komt dat het zo futloos was vandaag vooral? Hoe dat komt, dat is lastig te vertellen, denk ik. Je probeert gewoon goed te voetballen. En de eerste helft krijg je ook wel wat kleine mogelijkheden. En misschien heeft zo'n wedstrijd dan wel een doelpunt nodig. Die komt dan niet en dan blijft het heel lang 0-0. En dat is niet wenselijk, zeg maar. Komt, gezien jullie programma, naar Pek Zwolle op de laatste speeldag, thuis tegen Vitesse en volgende week naar Groningen, komt plek 3 nog in gevaar? Nou, wat mij betreft niet. We hebben het gewoon in eigen hand. Drie wedstrijden die we gewoon kunnen winnen en die we moeten winnen. Ja, zou het een schande zijn als jullie geen derde worden? Nou, dan hebben wij wel het zelf uit onze handen laten glippen. Dat zou niet goed zijn van ons. Maar goed, wat ik zei, we hebben het in ons eigen hand en dat gaan we niet meer weggeven. Vallen er nu tenslotte in zo'n kleedkamer een afloop harde woorden als het misgaat vandaag? Ja, tuurlijk. Iedereen is ontevreden over de wedstrijd. Dat mag je laten blijken, vind ik. Dat gebeurt ook en dat is goed. Heb je ze allemaal op een plek gezet gelijk even? Nee, dat is niet mijn taak, denk ik. Dankjewel. Okay.